En vandaag ga ik uit eten met mijn werk. Goedemorgen alweer beste mensen, super tof dat jij weer hebt geklikt op deze vlog. Deze vroege ochtend, ik neem jullie mee voor deze dag. Voor mij is het lekker vrijdag en voor jullie is het nu zaterdagmiddag, 16:30 uiteraard. En vandaag ga ik uit eten met mijn werk, althans een gedeelte daarvan en ook werken. En ik ga ook iets, als het goed is, iets ophalen vandaag. Maar wat ik ook zeg, ik neem jullie mee voor deze dag. Zo beste mensen, ik ben alweer thuis. En ik heb ook een smartwatch gehaald. Nou, dat kun je gewoon, nu gewoon de tijd zien. 17:59. Ik heb mijn blouse heb ik gestreken. En ja, ik loop nu weer met de camera in dat hij me beweegt. Ik heb daar ook nu een broek zitten. En ik ga zo eventjes douchen. Even kort eventjes douchen. Daarna ga ik even, nog even mijn haar doen. Want ja, ik ga straks uit eten met ongeveer 11, 12 collega's van mij. En ik zit te denken om ook een Prime mee te nemen, zodat we dat ook kunnen proberen. Dus ik denk dat ik de Prime Metamoon meeneem. En, nou kijk, dit hou ik lekker zelf, heel eerlijk gezegd. En deze die neem ik dan ook even mee. Dus deze twee, die neem ik dus even mee, zodat we inderdaad, wat ik ook net zei, het lekker kunnen proberen. En ik ga me verder klaarmaken. Ja, nog ongeveer 3 kwartier, dan ga ik er alweer vandoor. Want we spreken elkaar rond 7:45, althans dat dacht ik. Maar dat durf ik ook niet zo heel zo mee te zeggen. Ik zal even het appje even goed bekijken. Ja, 7:45. Ja. 7:45, ja. Dus want we hebben om 7:15 en om 8:00 hebben we gereserveerd tot 10:30. Maar ik neem jullie mee uiteraard voor deze avond. En ook wanneer ik straks helemaal klaar ben. Want ik ga de blouse ook al aantrekken. Want ja, dat is ook wel een beetje gek. En dan gaan we het nu klaarmaken. Zo, ja, ik zie er een heel stuk anders uit. Nou ja, in principe mijn haar ziet hetzelfde eruit. Maar ik met een blouse uiteraard. En ik ga dus nu ook onderweg naar Zwolle toe. Even een kleine onderbreking. Ja, ik weet het, hiervoor zagen jullie alleen maar foto's. Ja, door de gezelligheid ben ik het ook zelf vergeten om te gaan filmen. Maar hierna komt een clipje waar je echt moet denken van doe dit niet na als je onder de 18 bent. Maar het is wel even leuk, een soort van ontmaagding van de café. Want het is echt de eerste keer dat ik echt in zo'n café met jongeren ben. Dus doe mij niet na onder de 18 en geniet nog eventjes van deze video. En het eindstukje, ja, ik was daar wel een beetje aangeschoten. Dus ik ga daar ook zo min mogelijk in knippen. Maar ja, soms is het leven zo als je het gewoon leuk hebt gehad. Ja. Nee, die moet je nog niet in je mond doen. Laatste. Nee, je moet in je andere hand, anders kan je niet meer shotten. Likken. Nou, Emilio, zakken. Ja, en atten. In één keer. Ik ben alweer thuis, beste mensen. En zo. Ja, wat is het raar om zo om aangeschoten te zijn. En nou ja, aangeschoten, laten we zeggen, het is nu al iets minder. Maar ik loop nog steeds een beetje mank. Maar ik heb echt een ontzettend leuke avond gehad met de collega's die er ook waren. Sowieso, alle collega's zijn hartstikke aardig. Deze avond was echt perfect. Echt waar, alle collega's. Stuk voor stuk was het echt hartstikke fijn. Om het in ieder geval niet te gaan missen. Ik heb wel weer veel foto's gemaakt. 1 videootje gemaakt. Ja, ik zit te twijfelen om het in deze vlog te gaan doen. Maar weet je wat, fuck it. Ik ga het gewoon doen. Hierbij dus een video. Dat ik een voor het eerst een shortje nam. Nee, je moet in je andere hand, anders kan je niet meer shotten. Ja,
Ja. Nou, dat was ook tegelijkertijd een ontgoeding tegelijkertijd. Dus dat was ook weer hartstikke fijn. En ja, zo dat ik nog steeds een beetje zo rondloop. Maar ik kan er gewoon niks aan doen. Ik ga even naar mijn slaapkamer toe lopen, want dan kan ik gewoon mijn camera gewoon lekker neerzetten. Is het ook weer wat fijner voor jullie om lekker naar te kijken? Hoop ik, hè. Ook als ik aan de kijkcijfers, dat het er weer slechter aan toe gaat. De mensen blijven gewoon lekker lang kijken, kijken naar de vlog. Ook al is er niks aan, toch lekker kijken, want dan krijg ik weer... Nee, maar ja, ik heb dus een smartwatch gekocht, maar dat heb ik denk ik wel gewoon gezien in deze vlog. Voor de rest moet ik zo'n echt ontiegelijk nodig zeiken op het toilet, maar dat doe ik lekker voor mezelf achter de schermen. Oké, ik ga hier wel de vlog bij afsluiten, dus dat doen we nu 4:30. Dat lijkt me ook wel een goede tijd om lekker af te sluiten. Ik ga straks, dat kon ik net zo lekker naar het toilet. Dan even nog de vlog kijken, denk ik nog van Gio. En dan even mensen appen dat ik thuis ben. Hè? Want ja, ik had. Ik zou zeggen, onder de 18 niet drinken. Nee, niet verstandig. Kijk, als je inderdaad met je ouders bent of wat dan ook, oké. Maar buiten huis, onder 18, nou, zeker geen aanrader om te gaan drinken. En dan ben je Bob, zeg erop. Maar nee, wat ik net zei, ik ga lekker de vlog op afsluiten. Ik denk dat het lang, ik heb denk wel lang genoeg geduld. Ja, 2-3 minuten in deze clip hier nog, ja. Zonder geknip en geplakt. Ja, dat is altijd gewoon lekker fijn, hè. Als ik gewoon lekker een beetje te veel heb gedronken. Dat ik ook 's ochtends geen zin heb, Emilio. Ja. Lekker geen zin heb om lekker te gaan editen. Dus dan doe je het beginstukje wel gewoon lekker editen, want daar ben je wel gewoon lekker helder. En 's avonds gewoon lekker niet. Nou ja, dat is soms ook gewoon lekker fijn. Maar ik hoop dat jullie ook hebben genoten van deze vlog. Ook van de foto's die jullie zagen. Alle foto's zijn tot, denk ik. Ja, ik weet dat achteraf niet. Ik weet dat vooral niet. Maar gewoon ook net zeggen, jij gaf me deze vlog. Ja, vind je het ik wel als een vriend, maar ik kan het wel meer inbreden. En hopelijk zie ik jou. Hopelijk morgen weer op tijd bij een vlog om alle 5 uur. Ik dacht wel, ja, altijd, ja. Nou ja, bijna altijd. En dan zeg ik zoals altijd. Ja. Cheers.